Tot 1929 was het Waddeneiland Texel veel kleiner dan nu. Ongeveer de helft. Boven het dorp De Koog hield het op. Net zoals andere Nederlandse Waddeneilanden heeft ook Texel zijn huidige vorm te danken aan stuifdijken. Op plekken waar het samenspel tussen zand en wind zelf geen duinerij vormt, kan de mens de natuur een handje helpen door een stuifdijk aan te leggen. Met behulp van riet- of takkenschermen, geplaatst in een lange rechte lijn, vangt men zand in om het vervolgens vast te leggen door helm aan te planten. Stuifdijken zijn in het landschap te herkennen als kaarsrechte duinerijen. Het oude eiland Texel en het eilandje Eierland zijn in de 17e eeuw aan elkaar verbonden met zo'n stuifdijk. De grens van het oude eiland ten noorden van De Koog is duidelijk herkenbaar aan de rij duinen midden in het land. Ten noorden van De Koog lag tot 1629 een waddengebied met aan de Noordzeekant een hoog strand. Bij goed weer kon men met paard en wagen naar Eierland, een klein eiland bestaande uit duinen en kwelders. In 1629 werd tussen Texel en Eierland een grote stuifdijk aangelegd. Aan de oostkant van de stuifdijk werd 200 jaar later de polder Eierland bedijkt. De zee brak al snel op drie plaatsen weer door de jonge afstuifduinen. Twee doorbraken werden gedicht. De derde, de Slufter, bleef uiteindelijk open. Het onbedoelde resultaat is een waardevol natuurgebied waar het Noordzeewater onbelemmerd kan binnenstromen. Met stormvloed staat de hele vlakte onder water. De Mui ligt iets ten zuiden van de Sluft. De doorbraak bij de Mui is wel gedicht. De Mui is een jong duingebied waar de invloed van het zoute water verdwenen is. Doordat er later nieuwe stuifdijken op het strand zijn aangelegd, steeg het grondwater en ontstond de Muiplas. In de Mui zijn bijzonder fraaie duinen te vinden met zeer steile hellingen. In de langgerekte vlakte in het centraal deel van het Muigebied liggen veel weilanden en een markant bosje, dat het oorlogsschip wordt genoemd. Maar hoe zit het nu eigenlijk met die shitwandeling in natuurgebied de Mui? Nou, simpel. In dat gebied grazen veel Galloway-runderen en die laten wel eens wat vallen. Eigenlijk vrij veel. Kijk maar eens op dit pad. Het is slalommen tussen de koeienhopen.
maar let ook eens op de vorm. Het zijn stevige, zeer gezond ogende hopen. Heel iets anders dan koeien in een weiland. Die produceren een slappe hap, dunne vlaaien. Maar een wonder geschiedde. Net toen ik een opname van deze koeienvlaai maakte, veranderde die op wonderbaarlijke wijze in iets veel lekkerders. Een echte Limburgse vlaai.